Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester nou eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest vreemde voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester, want afstand moet er blijven. Er is al genoeg waardevols in de kloten gegaan de laatste tijd. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela! Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste gewoonte van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat was toch iets, daar konden wij in het hof, ik en de kanagan. Daar konden ik en de kanagan en de prinsen allemaal zo eind maart begin april naar uitkijken. Het kon je zelfs gebeuren dat er iemand je bureau binnen stapt en opeens tegen je zei, is de ijsje er al? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prinsen allemaal een zekere opluchting. De vinder kwam dan binnen, meestal een gewone boerensukkel op zijn zondags. Tijdje in een mandje. Familie erbij, ook opgedoft. Burgemeester erbij van het gat waar zo'n jongen woont in Friesland. Dus ook nog een of andere rode rakker, als u voelt wat ik bedoel. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht, deze boerenkenkels in onze ambiance. En zo hoort het ook. Het gewone volk wil dat eetje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon. De franje van Oranje. De is van het paleis, zeg ik altijd. Want dat bewijst 30 april. Dan komen ze toch allemaal maar weer opzetten. Op 30 april sta ik opzij van het bordes achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel. En zo hoort het ook, want alles moet gladjes verlopen. Kijk, met de blam op de tree, ja, hoegenaamd geen last. De meeste last hebben wij met dat wat de tree opkomt. Wat er aangeboden wordt in hermijstijd. Neem bijvoorbeeld alleen maar als alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Mijn taak is dan krentenmik aanpakken. Tussen de tanden doorsissen tegen de geefster. Kniksje maken, achteruit de trap af en wegwezen. En daarna de krentenmik achter de rhododendron, zo de betere. Kijk, wij kunnen van Hermijstijd de kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruienkoeken en krentenmekken hoogstpersoonlijk nuttigt. Wij krijgen daar veel van mee naar huis, dus bij ons is dat tot laat in de zomer krentenmek eten geblazen. Verder wordt er ook absoluut niks weggegooid, alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgeborduurde wandkleed tot aan de van Lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rot zo de trap opkomt. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons in het hof is en blijft toch altijd maar weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt veel teleurstellingen. Vooral als ik het even mag aantippen met dat scharmarie van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik de viering anderhands op Soestdijk. Hermijstijd kan er gaan. Anze kan er gaan, zo helemaal niet koninklijk zich voortbewegen tussen ons en de gewone mensen. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens. Hermijstijd sprekend over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Zo gewoon, zo menselijk, zo democratisch en zo hoort het ook. Eens per jaar. En willen jullie wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie op Corsica. Ik was aan het baaien. Opeens stond ik stokstijf stil. Verdomd, als die waar is, ik stond stokstijf stil. Middellandse Zee om de keuten. En ik roep tegen mijn vrouw, was het maar vast weer advent. En verdampt was niet waar, ze wist precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hermijstijd en Kanagan van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen volgens oud vaderland recept. Een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En willen jullie wel geloven, vorig jaar heb ik dat vel mee naar huis genomen. Ik heb het stiekem laten inlijsten en het hangt nou boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan sta ik daar wel eens even stil. En dan denk ik, verdomme jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden.
Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd, dat is niet waar, als ik het zelf ook niet vind. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.